Het Pamaka-gebied, dat grenst aan het district Marowijnen, ligt ook al 2 maanden blank. Districtscommissaris Osea Bini geeft in gesprek met onze nieuwsdienst aan dat zij wel al de hulp hebben ingeroepen van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Het gebied had vroeger niet zoveel last van water. In de kleine regentijd trok het overtollige water snel weg. Nu, met de grote regentijd en de rivieren die haast buiten hun oevers zijn getreden, trekt dat water bijna niet meer weg, vertelt de burgervader. Ja, we zijn dagelijks in contact met NCCR om de situatie door te geven. Maar daarnaast hebben we ook de hulp ingeroepen van NCCR om ons te helpen om de mensen ook te voorzien van voedingspakketten. Omdat u weet dat de situatie waarin ze zijn een beetje moeilijk is. Vooral die kostfronten van de mensen zijn ook onder water. Waardoor ze ook tekort hebben aan voeding. We waren al 2 keer gegaan. En dit zal de 3e keer worden dat wij weer zullen gaan om voedingspakketten aan de mensen te geven. Zodat ze toch hiermee kunnen leven. We weten van dat de voedingspakketten alleen niet de nood zal oplossen van de mensen. En vandaar dat we bezig zijn. Ik ben nog bezig ook om te kijken samen met het traditioneel gezag. Om te kijken hoe zij een duurzaam, hoe we gezamenlijk een duurzame oplossing kunnen zoeken. Jabini weet dat er niet snel een oplossing kan komen. Als de regering iets in het gebied wil doen, moet er altijd eerst met het traditioneel gezag worden gesproken, meent Jabini. Stel je voor, je komt met iets en de mensen willen dat niet. Dan is het zomaar en dan gaat het ook niet uitvoerbaar zijn. Dus we praten nog met ze, omdat het zo is dat wanneer mensen jaren op in een gebied gewoond hebben, dan is het moeilijk om ze weg te halen uit hun comfortzone. Dus wat wij doen is communiceren, steeds communiceren met de mensen en ze aan te geven wat eigenlijk het belang hiervan is en wat de voordelen ervan zijn als ze naar een hooggelegen gebied gaan of het zich verplaatsen naar een hooggelegen gebied om daar eigenlijk voorlopig zich te vestigen. En heeft u een indicatie hoe lang het Pamaka gebied al onder water is? Ongeveer al 2 maanden is er drie maanden is het onder water, maar het was wel schommelend hoor. Jabini geeft verder aan dat vanwege omstandigheden het NCCR het Pamaka-gebied nog niet kan aandoen om hulp te bieden.